Franse schans. De Franse schans. Ja, dat hoop ik toch niet. De schans Altena. Nee, dat hoop ik niet. En al die schansen lagen in die circumflatielinie. Die hele groene... Daar wordt de staatse batterij geraakt. Een aantal vendelen naderen de vijand. Direct al hevige man tegen man gevechten. De ruiters moeten telkens terugtrekken om hun pistolen weer te laden. Met elk pistool kan één schot lossen. Vaak gaat men twee pistolen bij zich en dan snel terug. Inmiddels hebben zich pikeniers opgesteld. Kijk, daar loopt. Pikeniers in de loopgraven. Daar is weer traag. Kom weer. Oh ja, daarachter komen nog iets. Kom daarachter. Het volgende pietenblok staat erachter. Thank you.
verder trekken de Spanjaarden op. De verliezer, die dat altijd met zich meebrengt, die vallen reuze mee. Ondertussen wordt vanaf de batterijen gevuurd met de grote zware kanonnen. Deze schieten stelt heen. Links en rechts sneuvelen de soldaten of raken gewond. Inmiddels is het duidelijk dat de Spaanse commandant Matthijs van Dulken dusdanig gewond is dat hij niet actief aan de strijd kan meedoen. Hij heeft de commando overgegeven aan Lambert Verrijken. Spanjaarden zich langzaam zouden terugtrekken, maar het bleek een kwestie van hergroeperen. Uiteindelijk zullen ze het niet redden. Een enorme numerieke overmacht aan Staatse zijde zal ze uiteindelijk terugbrengen door achter de glasjes. Het weer is gunstig voor deze strijd. De wind staat richting de vijand, zodat alle kruiddampen de vijand in de ogen waait. Los van wat schermutselingen. Deze fase van de strijd gaat het vaak gepaard met de knokkenvoet. Inmiddels is er opnieuw een status quo ontstaan. De troepen staan tegenover elkaar. Beide partijen die het land van elkaar hebben. Ze hebben de krachten met elkaar gemeten. En straks de duizend is in het hoofd.
zullen de sapeurs onvertwijfeld hard aan het werk gaan. De bommen op het strijdtoneel worden verzorgd. Thank you.